Voor het derde jaar op rij is Sligro Purmerend gekozen tot een van de beste drie vestigingen in Nederland. En dat maakt vestigingsdirecteur Nico Molenaar trots. We zijn ongelooflijk trots om tweede van Nederland te zijn. Na de winst van vorig jaar en daarvoor een derde plaats. Dus ja, daar kunnen we alleen maar ongelooflijk trots op zijn. En ik ben ook trots op het team. We hebben een fantastisch team met een mengeling van oud de kweker medewerkers, Sligro medewerkers, ervaring en nieuwe medewerkers. Ja, en dat team dat is inmiddels zo goed op elkaar ingewerkt. Ja, dit is het resultaat daarvan. De verkiezing die wordt gehouden door middel van de doelstellingen die we elk jaar krijgen. Nou, hoe doe je het ten opzichte van je doelstellingen? Maar ook kijken ze terug naar de cijfers van vorig jaar. En welke groei kun je realiseren? Ja, en dat doen we echt als team met elkaar. Wat maakt deze Purmerendse vestiging nou zo succesvol? Molenaar heeft daar een duidelijke mening over. Deze vestiging heeft 44 medewerkers. En de bijdrage die zij leveren is dat wij echt samenwerken met elkaar. Dus niet alleen de wijnafdeling, de visafdeling en de slager, die werken met elkaar samen. Maar we hebben ook een culinair adviseur die klanten kan adviseren. En ook helpen met de menukaart of begeleiden of ondersteunen. En ik zeg altijd, klant komt hier binnen, moet zich gast voelen, net als in de horeca. We zijn een horeca gerelateerd bedrijf. En die moet zich door de hele vestiging heen gast voelen en de deur uitgaan met het idee van ik kom hier morgen weer terug. We hebben dat op dezelfde dag gevierd dat onze directeur met een beker en een dinercheck bij ons kwam om de prijs te overhandigen. Dus dat staat nog op stapel. We mogen met z'n allen, met het team, met partner, een diner naar een restaurant of een eetgelegenheid. Dus dat gaan we er zeker nog doen op het moment dat het mag. En we hebben nog te goed een reisje naar Parijs, een weekend weg. En dat weekend is van vrijdag tot en met zondag. Dan wordt op vrijdag en zaterdag wordt de vestiging overgenomen door collega's uit het land. Dus wat dat betreft is de samenwerking onderling in het hele land ook enorm goed. Na het vieren van dit mooie resultaat kijkt Molenaar terug op een goed jaar. Maar richt hij snel de focus op volgend jaar. Volgend jaar willen we natuurlijk weer hoog eindigen. En hoog, dan bedoel ik top 3. De lat wordt wel steeds hoger gelegd en dat is best lastig. Maar we gaan er met z'n allen voor. We zijn er ook direct mee gestart in de eerste week van januari. We doen dat met 51 vestigingen. Dus alle 51 vestigingen willen heel graag die prijs winnen. Ja, dan kan er maar één de beste zijn. En wij proberen dat zeker. Wat wij hier doen is wel elke dag met elkaar afspreken van morgen doe ik het iets beter.